HZVV uit Hogeveen krijgt koploper SV Urk op bezoek. Op de kunstgrasmat in Hogeveen, waar het prima vertoeven was gisteren in de zon. De ploeg van trainer Rick Mulder heeft de laatste tweede wel eens verloren en kan dus wel een boost gebruiken. Het begint in ieder geval goed. Kelly alleen op de keeper afgestuurd, maar faalt 1-1 met doelman Strijker van Urk. Alsnog dan Ten Brinker, maar die speelt de bal te ver voor zich uit. Goed begin voor de ploeg uit Hogeveen. Maar de actie van Ten Brinker niet beloond met een doelpunt door João Kelly. Bal gecontroleerd. Ruimte inderdaad tussen de linies bij Ten Brinker. Dan gaat Kelly alweer lopen. Krijgt de bal ook perfect aangespeeld weer door Ten Brinker. Kelly met de lage voorzet. Geen doelpunt. Wederom gevaar voor HZVV. Dat goed begint dus aan dat duel tegen de koploper. 25 minuten onderweg. Twee grote kansen. De Boer krijgt er een vrije trap mee en dan is het zaak voor Rozink om zijn muur neer te zetten. William de Boer zelf achter de bal. Wordt van richting veranderd, Rozink heeft daar moeite mee, dan valt hij er uiteindelijk in. 0-1 voor Urk. Doelpuntenmaker Lucas Schraal. Ongelukkig natuurlijk, bal wordt van richting veranderd, waardoor Rozink onvoldoende die bal kan keren. En zo gaat Urk rusten met een 0-1 voorsprong en moet HZVV in de tweede helft aan de bak. Zomer, 5 minuten in de tweede helft, bal van de lijn gehaald. En weer is HZVV daar dichtbij een doelpunt. Wat het, gezien het spelbeeld, ook zeker verdient. Laatste twee duels verloren. En dus ziet trainer Rick Mulder het gat naar de onderste plekken steeds kleiner worden. De Boer gaat er al omheen. Voorzet. Daar komt hij uiteindelijk bij Hessel Snoek terecht. 0-2 voor Urk. Kinderlijk eenvoudig zoals dat gaat voor de ploeg uit Flevoland. Makkelijk voor zijn man gekomen Hessel Snoek. En de achterstand voor HZVV groter. En ook de opdracht om hier nog wat uit het vuur te slepen. Diaz. Zomer. Kijkt en wint João Kelly. Prima paas van de aanvaller. Kelly alsnog. Doelpunt. Terug in de wedstrijd. HZVV en gezien het spel ook zeer verdiend van de man die al twee keer eerder gevaar stichtte. Driemaal scheepsrecht voor de rest buiten van HZVV. 10 minuten dan nog te gaan. Kan HZVV nog wat halen? Kopbal van Zomer in de handen van Strijker. Maar dan lukt het uiteindelijk niet. Verliest het voor de derde keer op rij. En wordt het gat naar de onderste steeds kleiner.